Yo mensen, welkom bij een nieuwe GTA Online video. Dit keer heb ik een andere personage, want deze heb ik eigenlijk nooit. Maar deze heb ik een keer aangemaakt en jullie gaan nog ooit zien waarvoor ik deze heb aangemaakt. Maar niet vandaag, want vandaag gaan we lekker GTA Online spelen. En holy shit! Wie is dat? Hallo jongeman. Oh, ik weet het al. Het is mijn opa. Het is Kevin. Nou, bijna goed hè. Het komt in de buurt inderdaad. Ook al ben jij ouder, maar dat maakt niet uit. Ja, jij bent mijn opa. Je bent de vader van mijn moeder. Dit is niet raar of zo. Je bent ouder, maar ik ben wel je opa. Ja, opaception. Okay, we gaan naar mijn garage. Dan gaan we even kijken. Want we hebben een doel. Want er zijn twee mensen op deze map en die mogen we niet. En die gaan we eventjes kapot maken. Ik sla even de deur dicht voor je neus. Kijk, ik heb de keuze tussen deze kroket en deze... dit ding. Mensen, zet nu onder in de reacties of we de auto of de scooter moeten pakken. Je hebt 2 seconden. 1. 2. En iedereen stemde voor de scooter. Dus we pakken de scooter. Oh ja, we moeten naar de legerbasis. Willy. Oh. Oh. Zo. Dat ging fout. Ja. Ga van me af. Oh, dikke actie. Ja, Max is dood. Iedereen neemt ons nu serieus. Oh, die man daar rechts gaat dood hoor. God, nee, de bosjes. Oh. Oh, fuck. Het spijt me. Oké, ben je klaar voor de ultieme stunt? Zo. Nee. Ik niet. Dat was de ultieme stunt, of niet? Dit is verre van de ultieme stunt. De ultieme stunt. Kut. Ik pak deze motor. Ah, het is veel beter dit. Ah, kijk. Ik ben er ook echt veel sneller. Kut. Jij bent de vliegenier. Ik behandel de camera. Jongens. Oeh. Ik bespioneer mensen. Ik kijk binnen in hun huizen. Ik zie wat ze voor een avondeten hebben. Ik zie wat ze op tv kijken. Iedereen kijkt Boer zoekt vrouw. Toch? Even kijken. Nee, toch? Oh ja, deze man die kijkt Boer zoekt vrouw daar in het huis. Ik wist wel dat die mensen wonen zonder smaak. Ik kijk gewoon in first person hoe jij vliegt. Hoi. Kijk nou weer voor je, anders vlieg je tegen de berg aan. Heb jij een parachute trouwens? Nee. Heb ik nu een probleem? Meestal wel, want vaak als je met een helikopter daar binnen komt vliegen, dan krijg je ineens ja, een paar raketten op je geschoten. Oh, maar dan kan ik wel tussendoor springen. Ik vertrouw volledig op jouw vliegkunsten dat we dit levend gaan halen. Ze schieten wel. Kijk, dat is al tank. Oh shit. Oh, dat klinkt goed. We leven nog steeds. We zijn onverschrokken mannen. Hoort een helikopter te roken? Ligt eraan dat hij verslaat tussen sigaretten? In dat geval dan wel, ja. Oh. Holy shit. Oké, hier zijn heel veel tanks. Ja, hoe kan dat nou? Ik pak deze. Ja, we moeten deze wel pakken. Oh mijn god, ik ben dood. Ik ben overleden, mensen. Je sprong in die weekend. Oh ja, dat is beter als door je kop worden geknald. Oh, je hebt al gelijk politie achter je aan. Ja, iedereen wordt meteen gek als ze mij zien. Ik ben als een rode lap voor een stier. Ik doe dit vaker. Oh, copyright music. Oh, kut. Ik bedoel, nee. Weet je zeker dat je dit vaker doet? Ja, het was deze. Oh. Nee. Alsjeblieft. Ho is. Oh, daar staat de man. Ah, nee, deze man is gek. Deze man. Nee, ik heb geen kogels. Ah, fuck. Oh shit. Overleef het. Kom op, Gerrit. Herm. Ik weet niet wat zijn achternaam is. Ah, what the fuck. Vieze, smerige mannen. Zit nou wel in een jet? Nee. Oh. Oh, fucking bitches. Kuthek. Excuses voor mijn scheldwoorden. Ik vond ze wel origineel. Dus ik neem excuses weer terug. Oh, maar joh, ik Ah, nee! Waarom leg je er een spijkerbad neer? Poging 3. Want poging 1 was te triest om te laten zien. Godverse k***! Holy Kevin. Hij wordt gek. Ja, ik probeer een beetje rugdekking te geven. Ik probeer over de fucking heuveltje te gaan. Deze auto kan dat niet, omdat hij blank is. Blanken springen in die oog. Dat is racistisch, hè? Ik laat het gewoon precies zo erin. Yeah. Ik rijd van die politiewagen. Hoes! Poging 4. Hij slipt. Ik... Nee! Oké, dan pakken we toch deze auto. Ja, what the hell? Oké, als het nu niet lukt, dan word ik wild. Hey, de microfoon staat uit. Oh ja, hij is weg. Oh, hij zit achterin. Haha! Troll. Oh nee. Dit is niet hoe je dit moet doen. Maar ik leef nog. Ik heb het ook nog als het goed is. Rustig blijven. Oh, een tank. Rustig blijven. Oh, een container ding. Oh, rustig. Een jet. Ik wil deze jet. Doei, Kevin. Misschien is de microfoon overleden.
Maar jullie hebben altijd mij nog. Nu gaan we het doen. Nu ga ik het doen. Al deze pogingen moeten toch een keer lukken. Aight, ik zit in de lucht. Oh, raket. Oh, Kim is dood. Maar ik leef nog. Oké, we gaan wagenhalzen recht doen. Als het een woord is. We gaan laag vliegen over de legerbasis. Best idee ooit. Jongens, waarom doe je dit? Ik weet het niet. Laten we ze kapot maken. Oh, die is dood. Dat is een toren waar ik niet tegenaan wil vliegen. Dat is een krakkerbob die ik kapot wil maken, maar dat lukt niet. We leven nog steeds. Fuck jou, tank. Fuck jou. Oh, ik bombardeer alles. Ze noemen me ook wel de bombardeur. Of ze noemen me ook wel eens gewoon Jos. Do you have FIFA 15? Kom dan. Oh, oh, hey, andere jet. Hoe is die nou? Goed, hè? Oh, ik vloog bijna tegen je aan. Dat is toch minder leuk. Oh, daar ben je. Hoi. Hey, waarom? Hij lokt hem niet. Oh, wow. Dat scheelde niet veel. Hey, pst. Hey, volgens mij ga je dood. Pst. Hey, volgens mij ben je dood. Hey, doe je? Zit Kevin nog in de lobby? Ja, hij zit er nog wel in. Hij is gewoon even AFK. AFC eigenlijk. Away from controller. Doe de groet aan je moeder. Oh, je bent dood. Je bent zo'n klootzak. Oh, ik word achtervolgd. Is dat Kevin? Kevin? Is that you? Oh, yo, mijn beeld. Mijn beeld is dronken. Ik denk dat het Kevin is. Ja, het is Kevin. Oh, Kevin, je doet gewoon lijpe dingen zonder dat je iets zegt. Dus we gaan nu naar de stad. Op naar de stad. Naar die twee mannen die al lang offline zijn. Er zullen vast wel andere twee mannen zijn om dood te maken. Dat is de bedoeling. Kevin vliegt naast me als het goed is. Of boven me. Op de map staat hij wel ergens. Oh, achter me. Chill. Oh! Oh! Die boom die kon eventjes oversteken. Gezondheid. Op zoek naar twee mannen die dingen doen. Of één man is ook wel goed. Ik schiet even een gebouw naar de kleuren. Oh, ik zie daar verderop al twee mannetjes. Echt, maar fly skills voor deze personages zijn zo kut, hè? Ik speel altijd met de andere personage. Deze personage is level 5. Boom! Had ik iemand? Ik had vast wel de politie. Ik hoop dat Kevin ook iemand had. Hij volgt wel goed, hè, die man. Oh! Oh shit, oh shit. Holy shit, dat is een brug! Wie zet die brug daar neer? Dan kan ik er toch niet langs vliegen? Shit! Ik word hier zo moe van, hè? Het is echt niet normaal. Hier is mijn lijk. Het vliegtuig lijk. Kutbrug. Fuck. Daar komt een lijpe man. Lijpe man, what the fuck? Lijpe man. Oh, yo, hij steelt mijn geld. Lijpe man, kom terug. Ik wil mijn geld terug. Lijpe man. Oh, yo! Kevin. Laat me niet zo schrikken, man. Oh, nee. Deze lijpe man gaat er vandoor met mijn centen. Oh, ik heb een shotgun. Fuck. Oh, ik moet die lijpe man pakken. Ik wil mijn geld terug. Oh, yo. Oh, Kevin helpt even een handje. Oh nee, lijpe man. Deze lijpe man. Oh nee, hij klimt het laddertje op. Ik ga je zo hard krijgen, lijpe man. Oh, jij bent volledig doorboord, motherfucker. Get wrecked. Ja, ga maar lekker op je kont van de fucking zijkant afglijden. Lijpe man. Jij hebt je laatste lijpe daad verricht. Lekker slapen. Zo, Jos verslaat de lijpe man en Kevin vliegt nog steeds in rondjes en zijn microfoon werkt nog steeds niet. En hij crasht. Kut, ik ben ook dood. Kevin, wat doe je nou, lul? Mensen, bedankt voor het kijken. Wat een episch einde van deze video. Ik ga er even door. Kevin ook, maar Kevin zijn microfoon is overleden volgens mij. Dus hij zal vast wel later zeggen op dit moment. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Ik ga er even door. En later.